Jip, de vraag der vragen. Ja, wanneer komt er nou eindelijk eens een nieuwe fingerboard video? Jullie vragen het heel vaak. En hier is die dan een soort van. Maar waarom dan een soort van? Nou, dat zal ik jullie eens even uitleggen. Jullie weten natuurlijk allemaal dat ik vet veel fingerboard video's heb gemaakt. En de laatste tijd doe ik dat, nou ja, zoals je kan zien, niet echt meer. Dit heeft natuurlijk zo zijn redenen en die ga ik in deze video eens even uitleggen. En, niet getreurd, ik heb natuurlijk wel iets van fingerboard video. Ik heb namelijk dit dekje, waarvan jij nu de achterkant niet kan zien, geunboxed. En het is echt heel vet, want het was een mystery package. Dus daar komt later in de video nog de unboxing van. Ja, zoals jullie dus hebben gemerkt, de laatste tijd heb ik heel veel andere soort content gemaakt. Wat ik echt super leuk vind om te doen. Trouwens, voor de mensen die niet weten wat fingerboarden is, dit is een skateboardje, maar dan voor je vingers. En dan kan je zo trucjes mee doen. Dat is fingerboarden. Maar hier maakte ik heel erg veel filmpjes van tutorials tot ideeën en noem maar op. En dat heb ik, zoals jullie hebben gemerkt, al een tijd niet gedaan. De reden daarvoor is dat ik gewoon even niet zo goed meer weet wat voor soort video's ik daarmee kan maken en of ik die video's eigenlijk wel wil maken. Zelf vind ik het fingerboarden nog altijd echt wel leuk om te doen. Maar ik merk dat ik de laatste tijd een stuk minder fingerboard dan voorheen. Fingerboarden was gewoon echt mijn lockdown hobby. En ik merkte dat ik het toen heel veel deed omdat er gewoon op dat moment niet veel andere dingen te doen waren. En nu, gelukkig, kunnen we weer een hele hoop andere leuke dingen doen. En merk ik ook dat ik heel veel bezig ben met het doen van andere dingen in plaats van fingerboarden. Daarbij zat ik ook gewoon een tijdje vast op de volgende dingen. Ja, ik liep gewoon een beetje tegen een plafond aan. Een plafond voor mezelf, als in hoe goed ik ben in het fingerboarden. Aangezien ik dus niet heel veel tijd meer gebruikte om te oefenen, werd ik ook steeds slechter en eigenlijk begon ik het daardoor veel minder leuk te vinden. En dat is natuurlijk logisch, want hoe beter je bent in een hobby zoals dit, hoe leuker het is. In ieder geval in mijn mening. Ik was gewoon de hele tijd aan het oefenen om een kickflip, tail grind of nose slide te doen. Dus dat is zo, zeg maar. En het lukte mij maar niet. En ik werd daar zo gek van dat ik op een gegeven moment gewoon zoiets had van, weet je, laat maar dan. Nu even niet. Want er zijn ook heel veel andere dingen waarmee ik bezig ben geweest de laatste tijd. Zoals het maken van die andere soort video's. Het bezig zijn met vrienden en leuke dingen met elkaar doen. Want mij lijkt het juist leuk om met jullie dingen te doen. En jullie mee te nemen naar andere leuke dingen die ik ook leuk vind om te doen. Iets wat niet binnen is, maar juist buiten en met mensen. Want zoals je kan zien heb ik hier een heel vet logo hangen. En die heb ik laten maken door een goede maat. Die jongen die dit heeft gemaakt heb ik ontmoet omdat hij een fingerboardpark had gemaakt. En het is super leuk om zo te verbinden met de mensen. En toen ben ik ook wel achtergekomen dat ik het misschien leuker vind om met de mensen bezig te zijn die zoiets maken en die zoiets doen, dan met het fingerboarden zelf. Want Joost was echt een hele chille dude, heeft veel meegemaakt en ik vind het zo gaaf om zijn verhaal dan te horen en die dan misschien ook met jullie te delen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Verbinden met mensen. En ik merkte dat door binnen te zitten en te fingerboarden in mijn eentje, werd ik gewoon even niet meer zo gelukkig van. En ik denk wel dat je dat kan begrijpen, toch? Maar goed, nu vraag je natuurlijk af van, maar Barend, what the fuck? Ga je nou stoppen? Nee, ik ga niet stoppen met fingerboarden. Het is en blijft een hobby die voor altijd blijft achtervolgen. Ik doe het ook nog steeds gewoon achter mijn computer. Als ik gewoon lekker bezig ben met het monteren van een video of whatever. Ik heb hem altijd nog steeds gewoon bij de hand om te oefenen en om de trucjes die ik nog kan in ieder geval nog bij te houden. Maar ga ik door op elke week een fingerboard video maken? Nee, dat denk ik niet. Ik wil gewoon de content maken die ik echt heel erg leuk vind om te maken. En dat is meer dit. Vloggen. Met jullie praten. Met jullie dingen delen. Laten zien van dingen die ik meemaak. En zo gaan er binnenkort echt heel veel leuke dingen aankomen. En gewoon wat meer, ja, gewoon leuke entertaining content. Zoals de Food Review Japan video. Ik vind het super leuk dat ik op een moment ben in mijn leven dat ik random eten durf en wil proberen. Want vroeger moest ik daar echt niks van hebben. En nu ga ik er juist naar op zoek. En dat maakt mij heel erg gelukkig dat ik daar gewoon een leuke video van kan maken voor jou. En ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Al zou je waarschijnlijk een beetje salty zijn dat ik nu net heb gezegd dat er niet veel fingerboard video's meer komen. Maar er komen wel fingerboard video's met dit idee. Mij lijkt het super leuk om andere YouTubers te leren fingerboarden. Het is natuurlijk super gaaf om hun mijn hobby te laten zien. Het lijkt me dus ook super leuk als zij hun hobby, probeer het maar te zeggen, het is echt moeilijk, met mij willen delen. Want dan kunnen we samen
weer van elkaar leren. En dat is denk ik hetgene wat ik zo leuk vind, ook aan fingerboarden. Het leren van de hobby. Maar Barendje zei dat als je 10.000 abonnees had, dan zou je een park kopen. Ik weet dat ik dit heb gezegd. En ik weet ook wel dat als ik een park heb, dat ik dan weer een beurs ga krijgen van inspiratie om fingerboard video's te maken en met het park. Maar ik ben bang dat ik mijn geld beter kan investeren in iets anders. Ik weet wat ik heb gezegd en ik snap dat je misschien stom vindt als ik dat dan nu niet doe. Maar ik ben wel gewoon eerlijk. Deze hobby komt gewoon in vlagen bij mij. En op dit moment is die vlaag gewoon wat minder. Laten we hopen dat we niet nog een keer in zo'n situatie komen dat we binnen moeten blijven zitten. Maar als dat komt, dan is het toch wel een hobby die ik eerder zou oppakken dan een ander soort hobby. Ja, zo zie je dat ook gewoon dingen kunnen veranderen. Ik hoop niet dat je het erg vindt. En als je het wel erg vindt, sorry, maar ik ga gewoon de video's maken die ik leuk vind. En ik weet zeker, als je een beetje gevoel voor humor hebt, dat jij die video's ook wel leuk vindt. Dus ja, dit is eigenlijk mijn eerlijke antwoord op de vraag, wanneer komt er weer een fingerboard video? Ik heb hem zo vaak voorbij zien komen en sorry dat ik daar niet eerder op heb gereageerd. Ik wist gewoon even niet zo goed hoe ik dit moet zeggen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet of ik het nu goed zeg, hoe ik het wil zeggen. Want jullie kennen mij natuurlijk als de fingerboarder. Ik ben en blijf het ook nog steeds altijd, hè. Vergeet dat niet. Maar er komen niet per se video's meer aan. Totdat ik echt een leuk idee heb of samen met iemand anders een hele toffe video kan maken met fingerboarden. Voor nu blijft dat toch nog eventjes een ding, maar. En er is nog één grote maar. Nee, twee grote maren. Er zijn twee grote maren. Als ik ooit een meetup doe, dan staat er sowieso fingerboardspul, zodat we met z'n allen kunnen fingerboarden, want dat lijkt me nog steeds superleuk. En als tweede maar, ik heb nog een unboxing video. Ga die ook nog even kijken en dan kom ik zo bij je terug. Yo, ik heb hier een Burning Wood Mystery pakketje. Die had ik besteld, want Burning Wood heeft dus hun oude dekjes weer teruggehaald. En door middel van een mystery pack, dan kan je er eentje krijgen. Nu heb ik een tijdje geleden deze gekocht van Black River Rams, de blauwe. Omdat ik dacht van wauw, die is super mooi, past ook bij mijn blauwe Joy-Cults. Dus dat dacht ik van, dat is misschien wel een goed idee. Alleen de concave van dit boordje is heel erg diep. En ik moet zeggen dat ik het gewoon, ja, niet echt een heel chill boordje vindt. Dus ik heb gewoon deze gekocht. Ik zal eventjes laten zien nu in beeld wat je allemaal kan krijgen. Dat zijn er wel veel. Er zitten een paar tussen die ook blauw zijn. En het lijkt me wel tof om daar eentje van te krijgen. Maar goed, dat is altijd een mystery. En ongeacht welke ik krijg, heb ik er sowieso wel in ieder geval een leuke combinatie voor. Dus we gaan het zien. Ik ga jullie eventjes neerzetten zo. Oké, daar gaan we. Mystery package. De achterkant staat contents, homemade fingerboard, random graphic from 10 years. Superleuk, superleuk. Nou. Oh shit, oké. Okay. Oh, yo, kijk deze. Yo, zwart en blauw. En een rood lijntje. Als. Oké, jongens. Yo. Oké, hier ben ik wel blij mee. Kijk wat een vette graphic. De zwart-blauwe flatface. Deze wilde ik vroeger eigenlijk ook al kopen. Oh, past echt ziek goed bij de Joy-Cults. Oké, ik ben hier heel blij mee. Wow. En de. Zie je de plies? De rode ply. Even kijken, zie ik nu eens. Ja. Altijd al willen hebben een rode ply. Oké, hier ben ik echt heel erg blij mee. I mean, het is niet de graphic die ik heel graag wilde. Maar ja, dit is denk ik wel mijn go-to Burning Wood nu. Ik voel ook gelijk al zoveel verschil in concave. Dit is namelijk een Black River deck en dit is een Burning Wood deck. En dat maakt wel het verschil. Wauw. Wat zit hier nog meer in? Eens even kijken. Oh, nog stickers. Ja, gewoon de standaard stickers. En natuurlijk een riptape. Oh, hier staat ook Burning Wood op. En hier staat Black River op, hier staat Burning Wood op. Nou, ik ga denk ik maar eventjes deze trucks weer omgooien. Dit was in ieder geval de mystery pack en ik ga jullie nu weer doorsturen naar de andere video. Dit is trouwens het boordje geworden nu die in elkaar zit. Hij is wel echt heel erg mooi. De kleurcombinatie past precies en de plies zijn rood. Het is echt super gaaf. Ik ben wel heel erg blij met hoe dit boordje eruit is gekomen. Alleen, en dit is echt een grote maar, de Burning Wood tape versus de Kalje deck tape. Het is echt zo'n verschil. Kalje deck heeft zulke goede rip tape. Dus als je de beste rip tape ooit wil, kopen Kalje deck. Echt serieus. Ja, dat was dan de unboxing. En zoals je kan zien, ook dat doe ik nog steeds. Als ik nou echt een heel leuk idee heb of echt iets in mijn hoofd heb waarvan ik zeg,
zeggen, hier wil ik een fingerboard video over maken, dan doe ik dat gewoon. Ik sluit het niet uit dat ik het nooit meer ga doen. Alleen voor nu ga ik mijn focus leggen op de video's die ik leuk vind en niet elke week meer een fingerboard video. Eigenlijk is dat gewoon het hele verhaal. Ik ga gewoon niet elke week meer fingerboard video's maken, maar als ik het doe, dan wil ik wel echt een hele leuke video maken en dat komt ook nog wel. Maar voor nu en voorlopig misschien nog even niet. Nora, wat ben jij aan het doen, jonge dame? Wat is hier aan de hand? Wat ben jij aan het doen? Dit is wel gewoon mijn stoel, hè? Wat is wat ben je aan het doen, Nora? Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop jou de volgende video weer te zien. Ik zeg like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Oké, goed. Dit is dus een van de redenen. Deze opdonder vindt het allemaal maar veel te leuk om aandacht van mij te krijgen.